Jason hier met wel een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik de Smash Your Pass video doen, mama. Weet je wat dat Smash Your Pass is? Nee. Ze weten het niet. Dus, je hebt Smash en je hebt Pass. Smash is neuken. Dat is niet leuk. Dat is geen seks. Snap je het? Ja. Ik ga YouTubers aan jou tonen. Van over heel de wereld. Nederlands. Belgisch. Iets anders. Ben je er klaar voor? Ja. Ben je er helemaal klaar voor? Ja. Het gaat heftig worden. Dames en heren. Zeker duimpje omhoog. Zeg even like. Like. Dus, mijn mama zit helemaal niet in de YouTube-sfeer, snap je? Zij is geen King Lurt of zo die volwassen is en filmpjes kijkt. Zij is niet familie van... Zij... Snap je, mijn mama heeft geen YouTube-channel. Dat wil ik ook niet, dat zou echt vreselijk zijn. Zij kent dus echt bijna niemand van de YouTubers, dus het is de allereerste keer dat je al deze mensen gaat zien. En voor jullie gaat dat soms echt zijn van... Kent ze dat niet? Ja, ze kent het dus niet. Ze kent niemand. Dus we gaan beginnen met de bekendste YouTuber van heel de wereld. One and only. PewDiePie. Zou je PewDiePie smashen? Of zou je PewDiePie skippen? Smash. Hey, Zweeds. Ja. Ikea. 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 Zou je hem smashen? Ja. En de Ikea. Ja. Kijk. Volgende is ook een hele bekende YouTuber. Is wel een beetje anders. De volgende is geen PewDiePie. Is ook helemaal niet blank. No racisme. Echt, ik hou ook van alle andere mensen. KSI. Zou je KSI smashen? Of zou je KSI passen? Once you go black, you never go back. Heb je al eens een relatie gehad met de... Nee. Je bent echt racist. Is het omdat je... Is het zwiet? Is het omdat je donker gekleurd is dat je nee zegt? Nee, zeg me niks. Oké. Allee, volgende. Het is goed, de volgende. Niet kijken. We gaan beginnen met een paar Nederlandse YouTubers. How about Enzo Knol? Heeft veel geld, denk ik. Moeilijk. Moeilijk, het is ja of nee, het is smash of pass. Moeilijk is geen van de twee. Ja. Smash. Ja. No power! Oké, nu begint het spannend te worden, want ik weet dat je er een paar wel kent. Ga het gewoon doen, ja? Oké. How about stunt kabouter? Ja, dat is een knoddie. Ja. Dat is gegarandeerd funny met de stunt kabouter. Gegarandeerd fun. Ja. Toen Martijn in mijn huis was... Martijn is cool. Het is goed, wacht even, ik kan iets uitleggen. Ja. Toen Martijn in mijn huis was, met nog een paar andere mensen, zei mijn mama ook gewoon de dag erna gelijk dat hij super cute was. En dat Martijn echt een cute jongen was. Shout out naar jou, man. Mijn mama zou je... Hypothetisch, hè? Hypothetisch. Ik weet niet eens wat dat betekent. Mijn mama zou je... Smash it. Hij is wel echt cute. Ja. Volgende. How about Armo was right? Nee. Sorry. Het is een pass. Je wordt gepast door deze milf. Weet je wat dat betekent? Ja. Volgende. How about Calvin? Als ik zou zeggen dat dat de broer van Joost is. Zou je dat geloven? Zijn naam is Calvin. Eigenlijk wel. Ja. Is niet de broer van Joost, maar ik dacht dat wel. Maar dat is dus niet zo. Smash or pass? Smash. Smash! Oh shit! Hele chille guy. Oké, volgende. How about Killer Keemstar? Oei, nee. Oei. Ik hou niet als van een baard. Je hou niet van een baardje. En een snor. Sorry, Killer Keemstar. Ja. That's a no for you, man. Hij is Amerikaans. Oké. Heeft heel veel geld. Verandert dat er iets aan? Nee. Is goed. Volgende. Wat dacht je van Joost toen hij nog op een Tumblr boy leek? Smash or pass? Pass. Sorry, Joost. Coole gast. Maar kan er liever een broodje mee of een gesprek? Ja. Liever een broodje eten dan zijn ding eten. Joost is een coole kerel. Oké, dan nu misschien een moeilijkere vraag. Oké, wat dacht je van een trio met Joost en Martijn? Zou je dat smashen en er gewoon echt aan het gewoon doen? Of niet? Nee. Een trio. Nee, maar wel een duo met de stuntkabouter. Een duo met Martijn. Oké, maar we zijn nog niet klaar. Wat dacht je van een trio met Martijn? Deze Chinese guy. Maar nee, dat gaat toch niet alles. Dat is ik die, nee? Ah nee, geen pedofilie. Het is een rampje. Nee. Het gaat niet om pedofilie. Stel, je was even oud als de Chinese jongen. Zou je dan een trio hebben met Martijn? Nee. Oké, volgende. What about King Alert? Maar ik heb toch gezegd, ik hou niet zo van een baard. Je houdt niet van een baardje? Nee, dus... Mijn mama houdt niet van een baardje. Dus moest er ergens daar op YouTube een stille aanbidder zijn. Scheer je baard. Ja, ook geen moustache. Geen snor. Wel Hitler snor. Geen Hitler snor. Volgende. Dit is speciaal. Maar als ik je zeg dat het een YouTuber is, dan ga je
waarschijnlijk niet eens geloven. Maar het is dus wel zo. Niemand weet zijn echte naam. Maar hij gaat onder de alias Bakvet Pedo. Smash or pass. Zeggo. Morale help. Smash your pass. Dubbele pass. Dubbele pass. Ik ben blij dat je dat zegt. Anders was je mijn mama niet meer. Dank u. Volgend. Ben je er klaar voor? Ja, mag ik ze wel een douchetje pakken? Je wil douchen. Deze is misschien wel het meest belangrijke van allemaal. What about? Jaraski Gaming. Echt? Ik vind hem wel mooi op die foto. No, no homo! Zo jong, je is zo jong. Ja, maar dat boeit toch niet? Dat zou je Martijn wel doen. Martijn is jonger. Oh ja? Wat dacht je dat Martijn 25 was? Martijn is even oud als mij. Oh. Je wist dat niet? Nee. Ze dacht dat Martijn 30 was of zo. Sorry van je dromen. Sorry! Maar ik heb wel nog iemand! Deze is heel belangrijk. Mijn mama is moeilijker dan ik had gedacht. Ze valt niet op mensen zoals Bakvetpedo of andere knappe YouTubers. Maar misschien wel op deze. Internationaal bekend. Superveel geld. Geen diploma. Casey Neistat. Sommige mensen zeggen dat hij lijkt op iemand van de Flintstones. Maar... ja. Weet je dat hij een rare neus heeft? Ja, maar kijk eens. Ik heb er nog nooit op gelet dat hij een rare neus had. Neus is even breed als zijn mond. Wow! Wow! Dus zijn neus... Dus. Zijn neus komt tot hier en tot hier. Dus zijn neus is dat zo? Zijn neus heeft zo... Zijn neus is mini! Nee, zijn neus is gigantisch. En zijn mond is mini. Wow! Je weet wat dat ze zeggen van een grote neus, hè? Misschien heeft hij een super grote. Hij heeft echt wel een gigantische neus. Het zou echt wel raar zijn als hij dat geen grote. Wow! En heeft veel geld. Misschien is een tripje naar New York. Ha! Jammer genoeg hebben we daar geen geld voor. Casey Neistat is je past, Casey Neistat. Ja. Is zo de man die misschien niet super mooi is en die misschien een te grote neus heeft, al een grote piemel. Dat doet er nu even niet toe, maar hij is zo sympathiek en zo leuk om mee te praten dat... Voilà. Wil je zijn vrouw zien? Dat is zijn vriendin. Ik zou Candice smashen. Ook gewoon deels omdat ze milf is, omdat ze heel mooi is. I'd smash you! Ik zou het nu doen. Hier. Op het bed. Nee, ik vind haar mooi. Soms gaat het niet om je uiterlijk of om je neus, maar is de piemellengte ook belangrijk. Size the... Het innerlijke. Hetgeen dat je uitstraalt, de persoonlijkheid. Size does matter. Zeg het met me mee. Size does matter. Nee, size doesn't matter. Size does matter. Kijk, dan ben je niet akkoord. We kunnen daar niet over discussiëren. Ander onderwerp. En je zakdoekje? Zakdoekje. Ik heb genoeg zakdoekjes bij mijn bureau liggen. Nee, ik heb hier geen zakdoekjes, sorry. Ik doe dat altijd in mijn sokken. Tijd voor een korte commercial break. Ik denk dat ik wat meer buitenlandse YouTubers erin ga moeten steken, want anders gaan er weer mensen zeiken dat ik te racistisch ben en dat ik alleen maar blanke mensen heb genomen. Dus Is het gedaan? Het is gedaan. Ja. Ik weet niemand meer. Gewoon een douchetje pa. Lijken. Duimpje omhoog. Nou mama, dank je wel. Kom hier. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het nu leuk? Smash je zeker een duimpje omhoog. En wil je meer van dit soort video's? Dan moet je daar eigenlijk niet op hopen. Want ik doe dat eigenlijk maar één keer per maand of zo. Dus ik ben Acid. En ik zal zeggen, vergeet nooit dit. Dit is een goede quote. Die je nooit mag vergeten. En voor de rest, ik ben Acid. En ik zal zeggen, tot de volgende keer. Adios, bitches. Welcome to Acid Pokemon Unboxing Cards.